Yo mensen, welkom terug op mijn kanaal Infinity NL. Ik wil vandaag een kleine review video doen, oftewel eerste impressies van het spel. Ik heb momenteel de intro van Kena Bridge of Spirits heb ik gespeeld. Ik ben zelfs al een beetje verder gekomen dat. Ik heb pijl en boog heb ik vrijgespeeld. En zus en dat. En ik heb al een beetje een kleine impressie over wat voor spel het gaat worden. Wat voor spel het eigenlijk een beetje in de toekomst gaat brengen. Ten eerste is het eigenlijk, moet ik hele goede complimenten geven aan de art design van het team. Het is namelijk een indie game. Het is een onafhankelijke developer van de game. En ik ben heel erg onder de indruk van de graphics ten eerste. Het is volgens mij een game voor de PlayStation 5 alleen. Het is PlayStation 5 exclusive. En dat is ook wel te zien. Dat is zeer zeker... toe te praten op de graphics komt het ook wel weer op neer, dus dat is wel heel erg mooi. Er is geen digitale er is alleen een digitale versie van, er is geen disc versie van. Eigenlijk tot nu toe, ik weet niet of dat in de toekomst nog gaat zijn, maar je ziet op de achtergrond al, grafisch ziet het er heel erg Pixar uit. Het is heel mooi geanimeerd en de overgang tussen cutscenes en gameplay, dat is eigenlijk... eigenlijk hetzelfde, zeg maar. Het is, ik zie geen verschil. Wat je hier ziet is ook gewoon letterlijk hoe de gameplay eruit ziet. Je zult zo meteen ook nog wel wat actiefragmentjes zien. En daar wil ik het eigenlijk ook nog even over hebben. De actie, zeg maar, in de game is vrij standaard. Je hebt natuurlijk gewoon je moet slaan met R2 en R1. R2 is volgens mij een stevige attack en de bovenste L1 is volgens mij een lichte attack. Dus dat is vrij standaard. Je ziet me hier een schildje gebruiken. Die zijn heel handig om te gebruiken, want daar kun je heel veel poorten mee openmaken, zoals je hier kan zien. Ik ben nog een beetje aan het... hier ben ik nog een klein beetje aan het sukkelen, een beetje aan het kijken hoe het eruit ziet. De game is ook nog best net uit, dus het is allemaal eventjes een beetje onderzoeken hoe het allemaal werkt. Maar ook even een heel groot complimentje, misschien hoor je het al een beetje op de achtergrond, is de muziek in deze game. Het is fantastisch gedaan. De manier waarop alles gewoon inspeelt op wat er gebeurt op scherm. Wanneer het echt spannender wordt, dan hoor je echt wat drums, zeg maar. En als je in een lichte omgeving bent, dan is de muziek ook heel licht en zuiver. Dus op die manier speelt de game ook heel mooi met de muziek mee. Er is altijd wel iets moois te luisteren. En je ziet de gameplay zelf, zoals ik al zei, is best simplistisch. Eigenlijk niet echt iets wat we nog nooit eerder hebben gezien. Maar op de manier dat jij de game speelt, voelt heel erg aan als een God of War. Het is niet helemaal open world, maar het is ook wel een beetje... je hebt wel ergens wat vrijheid, maar het is een vrij lineaire game. En wat ik ook gehoord heb van mensen die me ook al hebben uitgespeeld, of mensen... Of de game developer zelf. Die hebben gezegd dat de game wellicht 7 tot 8 uur is of zo. Als je er gewoon normaal doorheen speelt. Misschien dat je het kan rekken na een uur of 15. Maar echt langer dan 20 uur ga je er nooit over doen. En dat is terug te zien in de prijs van de game. De game is €40. En €50 voor de luxe versie. Wat je precies daarin mee krijgt, heb ik nog niet helemaal kunnen ontdekken. Maar ik had gezien aan de PlayStation Store dat je de luxe versie had. Dus dat is als je dat wilt doen, even onderzoeken wat het precies is. Maar je ziet mij hier al met die mannetjes lopen. Je kan heel veel van die mannetjes... Hoe heet ze eigenlijk? Ik heb geen idee. Die zwarte mannetjes die je hier ziet, die kun je verzamelen. En die kunnen je helpen met gevechten en bepaalde dingen openmaken. Ze kunnen boksen verschuiven, zodat jij puzzeltjes op kan lossen. Op plekken kan komen waar je normaal gesproken niet kan komen. Ik weet niet precies wat het maximale aantal gaat zijn. Momenteel heb ik ze al een keer opgeleveld. Dus het is zeker grappig om te zien. Je ziet hier nog meer gameplay. Je ziet het zelf hoe mooi het is. Volgens mij komt er hier een klein beetje combat aan. Ik wil daar nog wel eventjes iets over zeggen. Je ziet mij op dit moment naar zo'n plantje lopen. Het is eigenlijk zo. Er zijn goede spirits en er zijn evil spirits. En al het rode is natuurlijk gewoon evil. Het is een beetje een gevecht tussen goed en kwaad. Hier maak ik weer een gebied open zoals je kan zien. Dus het is zeer zeker een hele... zeer zeker één ding dat ik al zeker weet is dat het een hele mooie game is. Er komt ook nog een volle review uit. Gewoon als ik hem heb uitgespeeld. Ik weet niet wanneer ik hem heb uitgespeeld. Maar dat gaan we wel even zien. Je ziet hier al een stukje gameplay. Je ziet al het hele gameplay, maar je ziet nou een stukje combat situaties.
Oh, je ziet het meer. Dus ja, heel veel God of War aspecten vind ik als je het hebt over de map. Ik heb al gezien dat je... het is niet een hele grote map, denk ik. Nogmaals, het is niet open world. Het heeft heel veel God of War aspecten. Omdat je heel veel terugkomt op verschillende maps, zeg. Op verschillende gebieden die, waar je later weer... als jij veel geüpgraded bent, kun je andere dingen die je hebt geleerd toepassen op dingen die je eerder niet kan openmaken. Dus je komt heel veel terug op oude gebieden. En omdat het eigenlijk zo klein, maar wel compact is, zorgt ervoor dat die game heel goed zijn grafische waarde omhoog kan houden. En dat kan minder goed in als het echt een open world game zou zijn geweest. Als dit echt een open world game zou zijn geweest, zou het echt insane zijn geweest. Maar het is gewoon goed hoe het nu is. Je ziet hier de cutscenes, ze zijn super schattig. Alles is gewoon super cute. Ik denk dat het ook wel leeftijdskwalificaties eigenlijk wel misschien van een jaar of 10 af, denk ik wel, als je een beetje goed bent met controller. Ja, tot gewoon oneindige jaartallen. Het is voor iedereen denk ik wel, voor iedereen is er wel wat wilds, denk ik. De climbing mechanics zijn prima, de controls voelen heel erg goed aan. En af en toe krijg ik ook wel een beetje Horizon Zero Dawn vibes, als je met die bogen aan de weer gaat. Dat komt in de toekomst nog, dat ga je in mijn video's ook nog wel terugzien. En misschien ook wel een beetje Uncharted soms, met welke puzzeltjes, wat geklim. Wat destructible environments die er goed uitzien. Dus ja, het ziet er, het is heel goed, vooral voor een indie game. Dit is ook een eerste game die ze hebben gemaakt. Dus dat is, ze heette, ik zie het nou in beeld, ik was even vergeten hoe die mannetjes heten. Ze heette Riots, maar hier zie je het, de intro is gespeeld. Als het goed is krijg je zo meteen een heel groot key naar Bridge of Spirits te zien. Ik hoop dat jullie, ik denk dat mijn review hier zo op zit. Ik heb denk ik 3 uur in de game zitten op dit moment. Of zoiets. Dus ik ben al sowieso lang, je bent al best snel bij de introductie, langs de introductie geweest. Dus dat is allemaal best wel leuk. Maar jongens, ik ga hier de video eindigen. Ik ga een volledige review zetten. Ik ga een montage maken en misschien nog wel wat extra gameplay. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later mensen.